onderzoek naar agent die arrestant schopt. Zoektocht naar Zuid-Hollandse fietser van het jaar. Racer Jack van der Ende uitgeschakeld in Assen. Goedendag, dit is Regio Nieuws TV van 2 november 2021. De politieeenheid Den Haag stelt een onderzoek in naar de feiten en omstandigheden rond een aanhouding afgelopen zondagmiddag op het Jouwbertplantsoen in Den Haag. Daarbij is op beelden te zien hoe een agent klaarblijkelijk een arrestant schopt. De politie hield meerdere personen aan nadat agenten werden geconfronteerd met geweld voor een groep van meer dan 50 personen. Daarbij werden agenten geslagen, geschopt en bekogeld met zwaar illegaal vuurwerk. Op social media zijn beelden verschenen van de aanhoudingen. Op basis van wat er op de beelden is te zien en te horen, wordt een onderzoek ingesteld naar de specifieke aanhouding en wat daaraan is voorafgegaan. De betrokken agent is inmiddels uit de buitendienst gehaald. Bereikbaar Haaglanden is op zoek naar een enthousiaste fietser. Iemand die altijd op de fiets naar het werk gaat en moeiteloos zijn boodschappen onder de snelbinden vervoert. De verkiezing Fietser van het Jaar wordt voor de 4e keer gehouden. Doel van de actie is om leuke en vrolijke fietsers in het zonnetje te zetten. De actie is een initiatief van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en de verkeersonderneming. Uit alle inzendingen wordt de winnaar gekozen die een mooi aandenken kan verwachten. De races op het circuit van Assen zijn voor Jack van der Ende uit Poeldijk met een domper geëindigd. In de kwalificatie was het duo van der Ende Vils zeer snel en konden zich meten met de snelste in de BMW N2 Cup. Tijdens de wedstrijden werd het duo evenwel voortijdig uitgeschakeld door aanrijdingen. Zaterdag was de racebaan zeer nat door de regen. Tijdens de eerste wedstrijd werd de auto geraakt door een concurrent. Ook zondag ontstond een aanrijding, waardoor de race niet kon worden afgemaakt. En dan nog de coronacijfers voor vandaag. Het RIVM meldt 330 besmettingen. Op de overzichtskaart ziet u de situatie in uw gemeente. Tot zover het journaal voor vandaag. Heeft u nieuws voor ons? Laat het ons weten. Maak foto's of video's met uw smartphone van bijzondere gebeurtenissen en stuur ze naar redactie@regionieuws.tv of via WhatsApp naar 06 1970 2510. Dank voor uw aandacht. Blijf gezond.